Op naar Neerpelt, waar Sporting Pelt op zoek moest naar de zege in de derby tegen Handbal Tongeren. Sporting staat op een vijfde plaats, maar kan nog steeds naar de Final Four gaan als alles mee zit. Opdracht was simpel, zelf winnen en hopen op verlies van Vizé. Dat laatste gebeurde echter niet, zodat Pelt zelf moest winnen om het dan op de allerlaatste speeldag af te maken tegen de Lions. Sporting is heer en meester in de eigen arena en gaat verschroeiend van start 6-1 en laat dan lekker handbal zien. Of wat dacht u van de 12 tegen 7? We gaan de rust in met een 6-puntenkloof, de 18 tegen 12. Misschien was de wedstrijd dan al wel gespeeld. Ook in de tweede helft beleeft Tongeren niet meteen een beste avond en kan het tegen dit Sporting Pelt weinig of niets doen. En zo kwam het beste nieuws misschien wel uit Atomics, die Hasselt een oplawaai gaven. En zo is Tongeren, ondanks het verlies van deze speeldag, zeker dat het niet naar de playdowns moet. Sporting Pelt, met een welgemene dankjewel aan de tagger van dienst, met een eindscore van 35-29. Vechtlust en wil was er wel aanwezig, alleen afwerking, kleine foutje of te veel technische fouten, waardoor zij eigenlijk veel makkelijker aan de score kwamen uit breaks. Ja, dat heeft ons die achterstand van 4-5 doelpunten van het begin van de wedstrijd opgeleverd. En dan loop je de hele wedstrijd zo'n beetje 4-5-6, 4-5-6. Ene keer hadden wij aansluiting om op 3 te komen, 23-27. En toen hebben we weer 2 keer gemist. En uit goede kansen. En ja, dat was het. Je zegt het zelf, hè, als het loopt, kunnen we iedereen aan. Klopt. We hebben inderdaad kwaliteit genoeg in het team. Het komt er alleen niet altijd even goed uit. Maar ja, vandaag staat de dekking goed en vanuit daar kunnen we aanvallen. En dan kunnen we eigenlijk iedereen verslaan. En het moet dan op die laatste speeldag gaan gebeuren. Hè? Maar dan moet je wel gaan winnen bij Lions. Ja, dan gaat het om de knikkers. Dan is de winst de enige wat telt. Absoluut, je moet winnen bij Lions. En dan nog rekenen dat Vizé dat niet doet op Bocholt natuurlijk. Ja, het wordt inderdaad een hele reeks om wie wanneer doorgaat. Maar volgens mij als wij gewoon winnen, dan zitten we goed. Dus ja, daar gaan we ook uiteraard voor.